En wie ga je het straks snel laten zien? Als eerste? Nou, de eerste die ik tegenkom. Elke week in Vrouw hebben we een glamourmetamorfose in de studio van de Amsterdamse sterrenkapper Rob Peetoom. Deze week is Sophie Visser aan de beurt. Sophie is altijd 100% naturel en gebruikt zelden make-up. Een grote uitdaging voor het team van Rob Peetoom. Zelf heeft ze geen controle over het resultaat, want ze mag tijdens de makeover niet in de spiegel kijken. Ik ben net afgestudeerd en ik ga een beetje een nieuwe fase in. Het lijkt me gewoon leuk om ook eens een keer wat aandacht aan mezelf te besteden, aan hoe ik eruit zie, omdat daar kom ik nooit aan toe. Twee kindjes en ik ga maar door en ik loop een hele dag zo bij. En het lijkt me leuk om het eens anders te zien. Creative director Vincent Langendijk ontfermt zich over Sophie's haar. Wat gaat hij precies doen? We willen de coupe optimaliseren zonder het helemaal kort te maken. Je kleur wat meer contrast erin zetten en dat het er ook echt goed verzorgd en glanzend uitziet, de kleur. En dan gaan we het stylen echt... ik denk dat het heel mooi is dat zo'n wijze bos met prachtige krullen krijgt. Dus ik denk dat het heel mooi wordt. Hoe lang ben jij 's ochtends bezig met je haar? Met mijn haar 1 minuut. Ik doe er een staart in en dat is het meestal wel. Ik heb altijd haast. Maar als je bijvoorbeeld nou eens een babysitter hebt op zaterdagavond, die gaat lekker stappen, doe je dan wel wat extra's of blijft het bij die staart? Nee, dat doe ik wel. Dan doe ik gek leuk kammen en zo en een beetje spul erin en dan ga ik een beetje lipstift of zo. Maar heel veel wordt het, is het nooit. Ik ben heel benieuwd wat er nu uitkomt. Visagist Marissa Pronk kan zich dus lekker gaan uitleven. Maar wat gaat ze precies doen? Sophie ga ik mooi met mooie kleuren opmaken, maar wel toch natuurlijk. Ze is het type vrouw die niet heel veel make-up gebruikt. Ze doet echt enkel meestal alleen maar een beetje mascara en lipgloss of lippenbalsem. Ze heeft ook eigenlijk niet heel veel make-up nodig, want ze heeft een mooi gezicht. Maar wat ik ga doen is, ik ga haar ogen heel natuurlijk meer een soort van glow geven. Ik gebruik een paar bepaalde tinten die mooi zijn bij haar kleur ogen, waardoor wat meer contrast naar voren komt, zodat haar blauwe kleur ogen meer opvalt. Nog even het haar goed doen en dan is het tijd voor het moment suprême. Hè? Jeetje, ben ik dat? Nou, was dat wachten wel waard? Kan je er gewoon over straat zo? Ja, ja. Regent het nog? Ik bedoel al die mannen. Nou, dinsdagmiddag, nee hoor. Sophie is erg blij met haar glamorous makeover. En dan is het natuurlijk tijd voor de fotoshoot. En dit is het resultaat.